en over die toekomst, daar wil ik het nog even verder met u over hebben. Daar was ik al bang voor. Want Hans heeft er pas 40 jaar op zitten. Met zijn gestel wordt hij minstens 97. Hij heeft dus nog 40 jaar te gaan. We zijn dus pas halverwege. You ain't seen nothing yet. Dus dit is een mooi balans, een mooi moment voor een tussenbalans. Wat zijn de doelen? Waar staan we nu? Wat is er nog te doen? Eigenlijk moeten we het niet hebben over doelen. De afgelopen tijd is op tafel gekomen dat Hans steeds kiest voor de op ter korte termijn haalbare doelen. Hans was namelijk altijd wel zo slim om zijn haalbare korte termijn doelen te benoemen, maar zijn dromen, die legde hij niet overal neer. Daarom wil ik deze midtermijn review doen aan de hand van zijn dromen. En dat hij ooit nog eens de opvolger zou zijn van professor Huisman, dat leek hem eigenlijk een onhaalbaar doel en het droomde hij niet eens van. En helemaal niet van het feit dat hij uiteindelijk meer vakantiecursussen heeft gedaan dan zowel Krul als Huisman. Maar goed, laat ik het eens even over zijn eerste droom hebben. Ik wil met 55 met pensioen. Als je 30, 35 bent, lijkt dat een uiterst reële droom. Met 55 ben je dan inderdaad echt oud. En eerlijk gezegd, als je vroeg genoeg aan een levensloopregeling begint, dan kan het best. Het is duidelijk eigenlijk, die droom heeft hij niet gehaald. Hij is nu 57, 2 jaar te laat. Er zijn er wel een paar motieven voor deze vertraging. Eerst moest zijn lijstje van 100 afstuderers vol. Dat werd Jink, het voetbalvriendje van zijn oudste zoon Tom. Er moest een professor zijn die sneller was dan hij. Dat werd dus Jasper. En hij moest geen studerende kinderen meer op zijn financiële nek hebben. Ik ben 2 weken geleden op het afstudeerpraatje van Tim geweest. Dus nog net op tijd. Maandag gaat Tim op zijn tweede sollicitatiegesprek. Dus als iemand nog een echte Van Dijk wil, dan moet ik het niet. Nu ga je natuurlijk niet in de blinde met pensioen. In Halsten traditie moet je al dat eerst wetenschappelijke literatuur over bestudeerd hebben. Daarvoor ben ik naar Florida gegaan. Want dat is tenslotte het Eldorado voor pensionado's. En daar heb ik dit standaardwerk gevonden. Reinventing retirement. 389 bright ideas. Dus daar kan hij zeker in een jaar mee vooruit op wetenschappelijke basis. Hans en Adi. Dankjewel. Where to live, staat zeker in Florida. Only bright ideas. Dan zijn tweede droom. En zijn tweede droom was eigenlijk: ik wil altijd nog eens een echt standaardwerk schrijven. Ook dat is duidelijk. Dat is er niet. We hebben dan wel een drinkwaterboek geschreven in het Nederlands en in het Engels. En dat is dan wel een bestseller, maar Jaster heeft ons gisteren uitgelegd dat het een bestseller is. Maar ja, het is nog geen aquatic chemistry van Stoem en Morgan en ook geen wassenchemie voor ingenieuren van Sontheimer. Dan weten we met elkaar dat het kalkozerevenwicht opnieuw bezien die potentie wel heeft. Ten slotte is Hans Mister korrelreactor met een patent van fosfaatverwijdering en een patent van zware metalenverwijdering in korrelreactoren. Hij heeft er de Maarten Schalekamp mee gewonnen en vele publicaties over gedaan. In de afgelopen periode heeft hij bij de begeleiding van Jink en die van Tim het licht gezien toen hij het kalkozerevenwicht weer geheel opnieuw kan bezien. En dat lijkt me dus de way to go.
watergemiet doe je de toekomst met Freak. Nou, daar heb ik alvast een voorzetje voor gedaan. Ik heb even een boekje in elkaar gezet. En niet alleen bevat het ook het Calico 2011, maar ook een zelfstudie voor het gebruik van Freak. En daar wil ik je dan de conceptversie van overhandigen. Walter van der Meer is er ook al mee bezig. En ik hoop dat we in de komende tijd dit kunnen laten uitgroeien tot een echt standaard werk met een titel Vrij naar Toom en Morgen in Sondheimer. Aquatic Chemistry for Engineers. Dan zijn derde droom. Ook daarin weet je dat Hans ook alles doet in drieën. Dus zijn derde droom is zijn ultieme droom. Ik wil werken voor het beste en grootste bedrijf van de wereld. Bij DNV vonden we dat we groter moesten worden dan Dekremont. Dekremont heeft nu 4500 medewerkers. DNV heeft er net iets meer, maar niet allemaal op het gebied van water. DNV moet dus nog steeds een beetje verder groeien. Misschien dat dat ook daarbij even een 10 years vacation bent. Want een afscheidsreden heb je daar nog steeds niet gehouden, dus dat kan nog steeds. Bij die TU heb je die droom wel voor elkaar. Ik denk zeker te weten dat we in Delft de grootste en beste wetenschappelijke groep op het gebied van drinkwater hebben. En daar zou je dus nog best wel een aantal jaren van kunnen genieten. Maar nee hoor, Hans is commissaris geworden bij het kleinste drinkwaterbedrijf van Nederland. Ik kan dus wel raden waar Oase staat over 10 tot 20 jaar. Daarbij kan hij zich uitstekend vinden bij de denkbeelden van Martin de Blanke. Die vertelde ook al eens in een vakantiecursus dat het uiteindelijk maar gaat om één drinkwaterbedrijf in Nederland. En dat lost eerlijk gezegd en meteen een aantal problemen op waar Hans in zijn intrede over sprak. Met één bedrijf zijn we meteen van de benchmark af. Er valt gewoon niks meer te vergelijken. En er kan natuurlijk toch maar één de beste zijn. En natuurlijk is Hans dan nog steeds commissaris van dat bedrijf. Dan is de kennis over drinkwater in het bestuur ook meteen goed geregeld. Conform de code van Dijk. We houden er eigenlijk maar één probleem over. Een goed drinkwaterbedrijf is natuurlijk niet alleen drinkwater, maar ook natuur. En dat zal Martin ook vinden. Ten slotte heeft hij het PWN omgedoopt tot puur water en natuur. En dan moet er natuurlijk conform de code van Dijk ook echte natuurkennis in de Raad van Commissarissen zitten. Die ook verstand heeft van gezondheid en van drinkwater. En er ook nog gepromoveerd is. Trouwens iets wat Hans ook nog nooit gehad heeft. En dan kom je eigenlijk al vrij snel uit bij de directeur van het Groene Hoedje. Hartelijk dus. Dan kunnen jullie eindelijk lekker samen die mooie dingen gaan doen. Want ik maak al meer dan 30 jaar mee hoe speciaal jullie als maatjes zijn. En het is natuurlijk ook wel zo dat bij zo'n status, net als bij die professor, ook weer een speciaal hoofddoek hoort. Een hoofddeksel hoort. Voor professoren was dat die beret die ik 20 jaar geleden aanbood. Nu moeten wel weer een nieuwe hoofddeksel komen voor een, zowel de samenhang als vakgebied uitstraalt. En met die hoofddeksels heb ik weer in de States gevonden. Vandaar ook de vorm. Geen lullig Franse beretjes. Geen rare Duitse jagershoedjes, maar echte stoere hoeden. Mag ik jullie uitnodigen voor het fotomoment van de toekomst? Dames en heren, ik stel u voor het ideale commissaris echtpaar voor de next generation, Rohai! Yeah.
biertje? Ja. Nou, wie het niet weet, geef het een vrij. Wat moet je doen met een beest in je water? Dat zing je drie keer achter elkaar. En dan is de volgende zin, vraag de technologen. Zij geven je het antwoord, zij geven je de clue, die slimme technologen. Dat gaan we nu even oefenen, ja? Wat moet je doen met een beest in je water? Wat moet je doen met een beest in je water? Wat moet je doen met een beest in je water? Vraag de technologen. Zij geven je het antwoord. Vraag de technologen. Nou, dat zit er al lekker in, of niet? Ja. Goed, komen we dan met het eerste refrein. Want daar komen de antwoorden, hè, op die vraag. Doe eerst de toekomststudie. En nou de bierfles. Dat komt de hele tijd terug van die bierfles, dus dat kunnen we even allemaal doen. Gaan we eerst even oefenen van die bierfles. 3, 4... En dan nou de bierfles. Nog een keer. En dan aan de bierfles. Start met de voorfiltratie. En dan aan de bierfles. Wat moet je doen met de meeste water? Wat moet je doen?